Nou al thuis? Ja. Wat doe je nou in de tuin? Kijk nog even rond. Naar alles wat we binnenkort zullen moeten opgeven. Nou, kom nou eerst maar bij me mee naar binnen. En wat zei je nou toch allemaal? Opgeven? Wat moeten we opgeven? Alles wat we hebben. Het huis, de tuin, de auto. Alles. We raken alles kwijt. Hoezo? Wat is er dan gebeurd? Ik heb een enorme stop gehad. Dus ben ik naar de bank gegaan voor een lening. Afgewezen. Zomaar afgewezen. Geen schijn van kans. Dan de manier waarop. Onbeschoftheid. Ze hebben me behandeld over een stuk oud vuil ben. Ga jij nou eens lekker even zitten. Ik heb een kopje thee voor je. Thee? Nee, hoor je niet wat ik zeg? Tuurlijk heb ik het gehoord. Je hebt geen krediet gekregen. Ja, en nou begrijp je wat het betekent. Het is uit, het is afgelopen, het is klaar. Het is helemaal klaar. Thee. Geef mij zo'n dubbele whisky. Hoewel, ik vraag me echt af of ik die nog kan betalen. Goh, nee. Nou, zal ik maar eens beginnen met een lekkere dubbele whisky voor je in te schenken. Tja, wat ik ervan begrijp is dat we in de problemen zitten. Dat hebben we toch al eens eerder gezeten? Ja, maar nog nooit zo erg als nou. Het is nou echt afgelopen. Nou. Zie je nou echt niet een beetje te somber in? Jij laat je altijd zo door je gevoel meeslepen. We vinden er heus wel wat op. Geen geld hebben ze eigenlijk alleen maar een technisch probleem. Een technisch probleem? Je gaat heus niet meteen dood als je zo'n keertje geen geld hebt. Nee, je gaat niet meteen dood. Maar dat is gebeurd met je. Dat wel. Ja. Ah. Heus niet alleen zakelijk. Ook bij je vrienden, je kennissen. Je glijdt steeds dieper naar beneden. Tot je helemaal ergens onderaan de maatschappelijke ladder bungelt. Zeer terecht. Ja. Je hebt het toch niet gered? Je bent toch een mislukkeling? Hè? Je hebt het toch niet gemaakt? Zoals ik bijvoorbeeld. Ach. De zak. Over wie heb je het eigenlijk? Over die zak van de bank. Meneer, ik heb uw boeken eens bekeken.
Hij sprak tegen me zoals de leraar vroeger, weet je wel. Als je een proefwerk terugkreeg, zo van, nou, meneer Hoos, ik heb uw boek eens bekeken. Op een dergelijke basis kunnen wij toch echt geen krediet verlenen. De zak. Ik zeg nou, meneer Schermer, dan kan ik mij misschien maar beter gelijk ophangen. Ophangen? Ja, zo is het toch. Jij bent ook een mooie, zeg. Ophangen. Wie zegt er nou zoiets? Jij wist het. Je hebt dat er geweten. Dat ik niet over de capaciteiten beschik om succes te hebben in het zakenleven. Hè? Ik heb het niet. Echt niet. Ik ben er een type niet voor. Maar jij hebt het altijd maar weggewuifd. Nou, die man van de bank niet. U bent niet meer kredietwaardig, meneer Roos. Het spijt me. U bent niet kredietwaardig. Nou, lees jij nou de kranten maar en kijk hun advertenties. Hier, wij denken met u mee. Nou, met mij hoefde hij niet mee te denken, want hij had het al gezien voor ik binnenkwam. De zak. Zeg, hoe heet die eigenlijk? Wie? Nou, die zak van de bank. Waar kan ik hem vinden? Hoezo, ga je dat doen? Ik wil weten waar die woont. Dan zal ik hem eens eventjes vertellen wie er hier kredietwaardig is. Oh, in godsnaam, Marjan. Marjan, niet doen, niet doen. Marjan, niet doen. Ik ken je. Dag mevrouw. Ik ben mevrouw Roos. Is uw man thuis? Komt u binnen? Ik ben mevrouw Schermer. Gaat het om iets persoonlijks of heeft het met zaken te maken? Het was puur zakelijk, maar het is langzamerhand wel persoonlijk te noemen. Nou, mijn man is net thuis. Hij drinkt zijn glaasje sherry. Zal ik een andere keer terugkomen? Nee, komt u maar. Kan wel even. Dit is mevrouw Roos. Ze wou je graag even spreken. Dag meneer. Mevrouw Roos. U had vanmiddag een gesprek met mijn man. Oh ja. Uw man... Hij was verschrikkelijk somber toen hij vanmiddag thuis kwam. Somber? Ja, ik heb hem krediet moeten weigeren. Er was ook alle reden toe. En nu stuurt hij zijn vrouw. Oh nee, dit is helemaal mijn idee. U komt zeker maar wegen deze zakelijke aangelegenheid. Ja. Maar mijn lieve mevrouw Roos... U twijfelt aan mijn man zijn kredietwaardigheid? Jazeker, en het is nogal zachtjes uitgedrukt. Ik heb er eigenlijk geen moment over hoeven nadenken. De cijfers spraken voor zich. Gewoon een aantal feiten logisch combineren. Wilt u niet even gaan zitten? Dank u, pardon. Wilt u misschien nog een glaasje? Heel graag, dank u. Meneer Schermer, u telt dus gewoon een aantal feiten bij elkaar op? Ja, natuurlijk. Hoe meer feiten je kent, hoe minder fouten je maakt. En u ziet mijn man ook als een feit? Kijk eens, je moet nu eenmaal alles tot feitelijkheden reduceren. En al klinkt dat misschien vervelend, dat geldt ook voor mensen. Ja... Vooral voor mensen. Die zijn alleen maar als berekenbare grootheid goed te interpreteren. Dat klinkt heel naar, Wiebe, zoals je dat zegt. Ik ken die manier van redeneren van hem maar al te goed. En ik moet u eerlijk zeggen, ik ben het er helemaal niet mee eens. Oh, maar mevrouw Schermer, strikt genomen heeft uw man wel een beetje gelijk. Mijn man is geen berekenbare grootheid. Precies, en dat is het nou juist. Kijk, zakelijk gezien zou je uw man kunnen beschouwen als een onberekenbare factor. En in het zakenleven komen onberekenbare factoren heel slecht van pas. Ik ben anders al heel lang getrouwd met deze onberekenbare factor. Dat is uw probleem. Ja, dat is mijn probleem. Toch vind ik de manier waarop u de dingen stelt niet erg correct. Hoe bedoelt u? Nou, zoals u het zegt, heeft het iets minachtends. Op zichzelf is het toch helemaal niet zo negatief. Nou ja, in één ding heeft u natuurlijk wel gelijk. Exact berekenbaar is mijn man nooit geweest. Van hem kon je altijd een verrassing verwachten. Kijk, dat bedoel ik nou maar. Ja, hij verraste me dikwijls met zijn gevoel. Gevoel? Ja, met zijn gevoel. Dat heeft hij ook nooit leren onderdrukken. En logisch was hij ook niet. Oh nee, zeker niet logisch. En verstandig ook niet. Tenminste niet in de betekenis die u eraan geeft. Hoe vaak zei hij niet tegen me. Het is natuurlijk niet verstandig wat ik doe,
Maar laten we naar Venetië gaan. Naar Venetië gaan? Ja, naar Venetië. Waarom uitgerekend naar Venetië? Wat moest hij daar? Ja, wat moet je nou in Venetië? Rondlopen, nieuwe indrukken opdoen. Varen in een gondel. Ik ben daar nog nooit geweest. En uw man zei zomaar ineens, laten we naar Venetië gaan. We hadden het toevallig onder het eten een keer over Venetië. En toen zei hij plotseling, maar ja, kom op, pak je koffer. We gaan. Ja, neem me niet kwalijk hoor, maar dat vind ik nogal dwaas. Nee, dat is helemaal niet dwaas. Nee? Nee, is heel spontaan en verrassend. Een verrassend spontaan idee, maar lang niet gek. Of zie ik dat nou verkeerd? Waar hij op vakantie gaat, moet hij weten. Dat heeft toch helemaal niets met op vakantie gaan te maken? Het gaat om dat spontane, verrassende idee. En ik zeg je dat alles een reden moet hebben. Maar de reden was dat hij haar Venetië wilde laten zien. Had hij wat meer van die leuke ideeën? Oh ja, we zijn een keer naar Londen geweest en naar Monte Carlo. Oh, we zijn ook een keertje naar Lapland gevlogen. Lapland? Vanwege de middernachtzon. De middernachtzon. Hij vond het zo romantisch om 's nachts de zon te zien. Oh, maar dat is ook heel romantisch. Hoor je dat, Wiebe? Ik heb het net gehoord. Haar man is al onberekenbaar, zoals ik al zei. Nou en of? Vliegt naar Lapland vanwege de middernachtzon? Nou, het is me nou wel duidelijk waar uw man zijn krediet voor nodig had. Ja, ik weet dat u het allemaal maar raar vindt of moet vinden. Maar u mag best weten dat hij altijd wat voor me meebrengt. Zelfs als zijn zaken niet zo goed gaan. Kijk, deze ring bracht hij voor me mee. Oh, beeldig robijntjes. Leuk, hè? En ik zeg tegen hem, jij brengt een ring voor me mee, terwijl jouw zaken helemaal niet zo goed gaan. Zegt hij, ja, ik breng die ring voor jou mee. Want als ik een blij gezicht zie, dan vind ik weer nieuwe moed. Een blij gezicht. Wat doe je nou? Hij heeft me laatst midden in de nacht wakker gemaakt. En toen vroeg ik, wat doe je nou? En toen zei hij, ja, sorry, het is misschien niet het juiste moment, maar ik moet je even zeggen dat ik van je hou. En toen maakte hij een fles champagne open en schonk 2 glazen in. Midden in de nacht? Om 2 uur. Om te zeggen dat hij van u houdt? Ja. Ja, u vraagt zich misschien af waarom hij dat niet gewoon midden op de dag doet, maar dat vindt hij niet half zo leuk als 's nachts. En eigenlijk ben ik het helemaal met hem eens. Ik moet u zeggen dat ik alleen nog maar in mijn mening gesterkt ben dat uw man... Onberekenbaar. Gewoon geen pijl op te trekken. Hoe noemt u dat ook alweer? Een onberekenbare factor? Juist. Misschien begrijpt u nu beter wat ik bedoel. Dat zijn toch allemaal hoogst merkwaardige toestanden. Die ik voor geen goud had willen missen. Bravo. Renate. Ik zeg u nogmaals dat alles wat u daar zegt mijn beslissing alleen maar rechtvaardigt. Zo'n man kan ik onmogelijk krediet verlenen. Wat een geweldige man hebt u. Wat bedoelt u? Kom op, gaan we naar Venetië. Ja. Het vliegtuig naar Lapland. Laat ik je de middernachtzon zien. Mm-hmm. Maakt u midden in de nacht wakker om te zeggen dat hij van u houdt. En de champagne stond al koud. Had hij ook voor gezorgd. Mevrouw Roos, ik benijd u om uw man. Uw man denkt daar anders over. Dat is dan heel dom en kortzichtig van hem. Ik ga naar binnen. Ik ga het hem zeggen. Nu, wacht u maar. Het is per slot van rekening een particuliere bank. Ik heb ook een paar aandelen. U krijgt uw krediet. We krijgen krediet. Ah, je bent gek. Bij die vent krijgt niemand de poot aan de grond. Ja, daar heb je wel gelijk in, maar wel bij zijn vrouw. Is hij getrouwd? Mm-hmm.
Is er iemand die het bij hem uithaalt? Nou ja, met een beetje pijn en moeite. Zeg. Je meent het echt, ik krijg een krediet. Dat zei ik je toch. Zijn vrouw stelt zich eraan. Je bent geweldig. Zeg, ineens denk ik aan als... voor ik nou keihard ga werken... zou het toch een goed idee zijn dat we er nog even tussenuit gingen. Hè? En naartoe, Paul? Naar... dingen die dat jullie... dat je dat wij laatst hadden over. Dat zijn niet die dergelijke.